President Chandrika Prasad Santokhi heeft op vrijdag 4 september 2020 een onderhoud gehad met een delegatie van de Paranam Industrial Center. Het ligt namelijk in de bedoeling dat na sloopwerkzaamheden van de Aluin Aarde Raffinaderij er een industriepark naar international normen wordt opgezet. De sloopwerkzaamheden zijn echter reeds enige tijd stopgezet. Het staatshoofd en de delegatie hebben zich op het paleis over deze kwestie gebogen. Kunt u ons vertellen waarvoor u vandaag hier bent? We waren uitgenodigd om een presentatie te geven over wat we noemen Paranam Industry Center, PIC. Dat was dus een project waarmee we een aantal jaren geleden begonnen zijn. Om te kijken met de closure van de Paranam Refinery. Om te kijken, kunnen we een herbestemming hebben voor het hele gebied daar. Dus om een nieuwe ontwikkeling, nieuwe industrie daar op te zetten. Dat is een van de wijzen ook waar Alcoa dus op in andere locaties en andere landen kijkt van oké, je had hier zo'n refinery of ja, had je een smelter. Kan je dus een andere bestemming geven? Kan je industrie doen of kan je het op een andere manier ontwikkelen? Met die gedachte zijn we ergens in 2016, 2017, de voormalige directeur onder andere, hebben we dus gekeken naar het herbestemming van dat gebied. En het idee daarvan is dus wat we noemen om een Paranam Industry Center te ontwikkelen daar. We hebben een haven, we hebben een heel gebied tussen die haven en waar de refinery stond. En dus hebben we een studie opgepikt waarbij we dus gekeken hebben welke soorten industrieën kan je daar allemaal ontwikkelen. We hebben verschillende indelingen van de grond gemaakt waar je dus landbouw zou doen, je zou procesverwerking kunnen doen, je zou agriculture kunnen doen. En al die zones ontwikkelen met dus de port als uitgangsbasis. Alle producten die je nodig hebt en die je produceert, kan je dan dus exporteren. We hebben dus vrij veel onderzoek gedaan. We hebben met verschillende bedrijven, lokaal internationaal toegesproken. Daar zijn ze geïnteresseerd om daar hun business te komen ontwikkelen, op te zetten. En in 2018 hebben we toen dus een concept gepresenteerd aan de toenmalige regering. Maar door een heleboel omstandigheden is het dus verder niets van terecht gekomen. Dus nu met de nieuwe regering waren we blij dat we in elk geval vandaag dus konden presenteren wat het concept was en wat het idee was. En het blijkt dus dat deze regering in elk geval de president heeft aangegeven dat ze dus inderdaad naar de ontwikkeling kijken. En dit dus valt onder een van de grotere projecten. Dus het goed voor het land zou kunnen zijn met betrekking tot productie en werkgelegenheid.